Ja, als u mij dan vraagt naar muziek, dan moet ik het eerst eigenlijk aan mijn man denken. Oh god, ja, mijn man die was dan, die hield dan enorm van jazzmuziek. Hè. En als ik dus ergens wel de godsgloeiende strand aan heb, dan is het wel natuurlijk jazzmuziek. Oh god, waar praten we niet van? Dat getingel en dat oei op zo'n xylofoon heen, geloof ik. En, oh god, dat is helemaal, echt waar. Dat, ik kreeg al hoofdpijn bij wijze van spreken voordat hij dan weer, als je met een tas vol platen met van jazzmuziek thuis kwam, dan had ik al hoofdpijn voordat hij ze opzette, bij wijze van spreken. Dan, dat was echt iets verschrikkelijks. En hij zei altijd tegen mij, Lies, moet ik nou horen wat fantastisch die melancholie, zoals die deur klinkt in die saxofoon. Of, oh god, we praten er niet van. De melancholie, dat was het helemaal niet. Het was iets nog veel ergers. Nee, werkelijk. Het is echt, ik ben dan wel met hem mee geweest en zo. Dan gingen we soms naar Amsterdam. En dan was daar ergens in de buurt van het Leidseplein was dan zo'n kroeg waar we dan de jazz speelden live dan. Hè. Dat vond ik dan prachtig om heen te gaan. In het begin ging ik dan nog wel eens met hem mee, hè. Maar dat was een marteling. Oh god, je moet dat zien, zeg. In zo'n jazzcafé, dat is niet te geloven. Daar zitten dan allemaal van die, ja, van die wat slomere types met van die ribgewelen broeken, een beetje met een baardje. En god, van die vrouwen met van dat hele steile haar waar je ze even goed met je vingers en de shampoo doorheen zou willen halen. Hè. Ach nee, dat is ongelooflijk, wat dat een marteling was. En dan ging zo'n jazzmuziekjes, weet ik veel, uit New Orleans of waar ze allemaal vandaan kwamen. Dan speelden ze dus achter elkaar en die muziek was allemaal hetzelfde altijd. Hè. Allemaal altijd weer hetzelfde. En dan speelde er eentje een solo. En dat was dan afgelopen. Zo'n solo die duurde ook iets van 24 uur, voor je gevoel dan. En oh god, en dan gingen ze allemaal klappen. Dus het was eigenlijk de enige keer dat ze in beweging kwamen. Want mijn man die zei altijd, moet je nou eens luisteren hoe dat swingt, Lize. Zei hij, maar had je moeten zien hoe die slome duikelaars daarin op hun barkrukken en in hun leren voor thuis onderuitgehakt met hun uitgestreken koppen. Dat swingde dus helemaal niet. Dat is gewoon pure intellectuele, intellectuele consumptie van kutmuziek waar je inderdaad kon voorstellen als je dus te veel naar jazz luistert. Dat je dan inderdaad zo'n bleke kop krijgt en zulke wallen onder je ogen. Ik heb altijd dus eigenlijk psychisch gesproken mijn oordoppen goed dichtgeduwd. Ik dacht, anders kreeg ik ook van die wallen, die kreeg ik uiteindelijk ook nog wel een baard. Ach nee, dat is echt niet te geloven wat dat een ellende is geweest. Mijn hele leven, hoe die jazz, die echt door... Toen mijn man overleden was, het eerste wat ik gedaan heb, dus de boeken en zo, alles. Nou, er staan die hele kuil gegraven in de tuin. Ja, dat klinkt dramatisch, maar dat al die kutplaats, al die jazz, Lionel, Hubbard, Rap en Bernie, Fuzzy, dit en al die ettermuziek in één keer in de tuin. Ik had ze verbrand en dan komt er zeggen, nee, oh god, wat een ramp. Afschuwelijk vond ik het. Afschuwelijk. Jazzmuziek, dat, nee, dat is werkelijk de ergste depri-kutmuziek die er op de hele wereld te vinden is. En alles hetzelfde. Oh, godverdamme, nee. Praat me niet van, ik word er nog ziek van als ik eraan denk.